onderwerp bij mij in een masterclass is, wat is het aantal stops? Nou, we kennen het aantal stops, kennen we natuurlijk van in de camera's. Maar met licht heb je ook het aantal stops. Hè? Een verdubbeling of een halvering. Vaak merk ik dat de mensen niet echt weten van wat een flitskop doet qua vermogen. Hè? 250 watt. Maar wat is 250 watt? En als je dan naar beneden toe gaat, hè? Je gaat een stop naar beneden. Wat doet het dan eigenlijk? 10 betekent vol vermogen. Het is geen radio, hè? Dat je op een volume van 10 staat. Dan ga ik dus naar 9 toe. En dan vraag ik wel eens aan mensen, hoeveel watt geeft die nu? Ik zit bijna aan mijn max, toch? Want 10 naar 9, ik bedoel, hè, dat is maar heel weinig. Nee, dit is een halvering van je wattage. Dus naar 9 betekent het al dat je op een 125ste zit. Dus als we naar 8 gaan, is 67,5. Zo snel gaat het. Dus dat is heel erg belangrijk.